nieuwbouwproject van Dura Vermeer. De eerste kraan waar ik kijk kijken is van Ruud. En zoals je kan zien, staat meneer daar. Ruudje, wat met wat voor kraan ben je en wat ben je aan het doen? Ik ben met een 44 meter en we zijn kraanplastvloer aan het leggen. Oké, en wat is dat precies voor de mensen die dat niet uit de bouw komen? Die vloeren die op de muur komen te leggen. Oké, okay. Want hoe lang doe je dit al, Ruud? 92, 28 jaar. Het netje gebruiken wij als we boven de 1,50 meter hijsen. Hoi, hoe is het? Lekker hè? Goedemorgen. Goh, met wat voor kraan ben je op pad? Dit is een dikke Spiering SK377 AT3. Oké. Oké. Wat voor? Details hè? Wat ben je voor mij gedaan? Ik heb zojuist hier 8 huizen voorraad naar Kans Zandsteen. Ja. Ja, dat is eigenlijk een van de eerste fases van het bouwen van een huis. De kansansteen, de muren, bouwen, etc. Het is zo leuk dat elk beroep kraam was. Van een stoere mannenjob, ja? Laten we eerlijk zijn. En, ja, ja, dus, ik vind het mooi met zo'n machine op pad te zijn. Ja, ik verbaas me eigenlijk iedere dag weer over hoe zo'n een apparaat werkt. Dat het van zo'n klein pakket opeens zo'n kraan kan worden. Is dat Ruudje? Nou, dan zie je dat de klem zit op de blokken, zeg maar. En dan trek je hem automatisch al strak. Wil ik hem op? Nou, dan staat hij. Ja. Dan zak je hem door en dan zie je dat deze klem, die houdt hem vast. Dus je moet hem helemaal doorzakken voordat je hem weer optilt. Je pakt straks dit palletje en dan kan je erop. Zie je. Ziek, hè? Top, man. Pieter staat hier best wel dichtbij. Heb jij nog contact met hem gehad van hoe zitten de kranen neer als we niet tegen elkaar aan? Dus wij van tevoren praten met elkaar. Hij heeft 33 meter, dus hij is laag. Dus in principe draai ik over hem heen. Oké. Maar we hebben wel even contact gehad van waar ga ik staan. Welk blok pak ik als eerste? Want hij komt op hier. En zo kan je eigenlijk, kom je niet bij elkaar aan het rijden. Goed samenwerken, zeg maar. Dat is wel belangrijk, ja. Maar ze vragen wel eens aan mij, hoe kom je aan die mooie droombeelden? Dit hebben ze van mij. Kraanmachinist en? Droompiloot. En hoe kunnen ze...
En hoe kunnen ze jou vinden, Ruud? Nobby Drone Movies op YouTube. Oké, top. En via Jessica natuurlijk. En via... Ja, een goed team zijn wij, of niet? Zeker, zeker. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!